Goedemorgen, welkom bij de webinar over de headsets van Yealink. Ik ben Timon Urban van Lidis en ik mag jullie vanmorgen daarin meenemen en het een en ander over vertellen. Nogmaals, welkom, leuk dat jullie er zijn. En ik probeer in het komende half uur, drie kwartier denk ik dat ik nodig zal hebben wat te vertellen over de headsets. Een collega van mij is ook aangesloten in de chat, dus mochten er nou tussentijds vragen zijn, nou stel die gerust. Wellicht kan mijn collega die beantwoorden of ik live in het in webinar. Mochten er vragen zijn die wat meer tijd of uitleg vergen of wat langer duren, dan komen we daar natuurlijk later bij jullie op terug. Alle content trouwens die ik nu zo meteen laat zien, wordt ook nog na de tijd gedeeld aan jullie in de e-mail. Dus de presentatie volgt nog en jullie worden nog goed op de hoogte gehouden verder. Ik ga beginnen met mijn presentatie. Nogmaals voor vragen, schiet ze weg in de chat en dan horen we het graag. Vandaag, zoals gezegd, het headsetportfolio. We hebben best wel een breed scala aan headsets. Wat ik vandaag ga proberen te doen is wat vertellen over welk type headset zet je in voor welk type werkplek of type gebruiker. Ik zal proberen zo min mogelijk te vertellen over alle specifieke specificaties en de ins en outs van de headsets, want dan wordt het heel veel droge stof, denk ik. Vooral een beetje te kijken van wat zet je nou wanneer in, en op die manier proberen te inspireren. Als jullie nog wat vragen hebben, dan weten jullie ons te vinden verder. Ja, agenda. Eerst een klein stukje over Lidis en Yealink. Een stukje over de ontwikkelingen in de markt, de saleskansen die eruit voortkomen. Waarom je zou kiezen voor een headset van Yealink. Dan ga ik door het portfolio heen. Een stukje nog over de roadmap. Dus welke verwachtingen komen er aan. En uiteindelijk ook zal ik nog afsluiten met een stukje vragen beantwoorden. Allereerst Lidis. Ja, wie zijn wij? We hebben al ruim 25 jaar ervaring in de telecom. Nou, in de laatste jaren is het portfolio van Yealink en daarmee ook van Lidis fors uitgebreid. Naar telecom, naar video. En dus ook naar de headsets. We doen dat met een 43 mensen op dit moment uit mijn hoofd. En we werken samen in de Benelux met alle grote carriers. Denk ik KPN, Vodafone en bijvoorbeeld Proximus in België. Maar we werken ook met heel veel verschillende partners. Van groot tot klein. Telecombedrijven, IT-bedrijven, AV-bedrijven. Dat is echt heel breed. In de Benelux zijn wij de officiële distributeur van het complete portfolio. Dus alle headsets, maar ook alle telefoons, alle videosets komen door ons magazijn heen. En daarmee hebben we een 70% marktaandeel in de hosted telecommarkt. Nou, dat is een goede opstap natuurlijk naar het bijverkopen van de headsets. Yealink is wereldwijd marktleider in videoconferencing, audiocommunicatie en samenwerkingsoplossingen, zoals dat maar heel mooi staat. En nogmaals, in Nederland en de Benelux 70% marktaandeel. Dus het gros van de bedrijven en de medewerkers kennen Yealink al van hun bureautoestel. En dat is natuurlijk heel makkelijk uit te breiden, zien wij met zowel video, maar ook met headsets. Waarom kies je voor Yealink in algemene zin? Yealink is een sterk merk, alom vertegenwoordigd, kwalitatief erg goed. Prijs is altijd goed en scherp, maar ook voor onze resellers is het gewoon nog wel een goede boterham ook mee te verdienen. Dus zowel voor de eindklanten een goede prijs, maar ook voor de wederverkopers. En je merkt dat Yealink echt een innovatief merk is. Komen veel met nieuwe oplossingen. En zijn nu al het afgelopen jaar samen met Microsoft de grootste strategische partner. Dus je merkt dat met name ook richting het Teams portfolio heel veel ontwikkeld wordt en nieuwe gave spullen op de markt komen. Nou, welke ontwikkelingen zien wij de laatste tijd terug? Er is echt een explosieve groei in de headsetmarkt. Deels draagt corona daar natuurlijk aan bij, maar je merkt ook steeds vaker dat ook de kantoormedewerkers het prettig vinden om gefocust te kunnen werken en ondertussen de headset te kunnen hebben tijdens hun werk om muziek te luisteren, maar ook een goede audiocommunicatie te kunnen doen. Er wordt steeds meer hybride gewerkt, er steeds meer gezocht naar draadloze oplossingen. Naar combinatie van verschillende UC-platforms en Microsoft Teams. Daarbij is ook voor de kantoormedewerkers natuurlijk een integratievereis met bureautoestellen.
Ja, en er komt gewoon een hele nieuwe generatie gebruikers aan. Dus we zien echt een enorme verandering tussen de, nou, laten we zeggen, de groep die nu de laatste 10 jaar eigenlijk van school afkomt. Ja, daar komen heel veel andere wensen en eisen bij kijken ten opzichte van hoe ze hun werk doen, hoe ze het fijn vinden om te werken en dus ook welke apparatuur daarvoor nodig is. Ja, dat biedt natuurlijk heel veel saleskansen. Nogmaals, ik heb het al 2 keer eerder gezegd, maar Jülich heeft een marktaandeel van 70% voor bureautelefoons. En 45% van de afnemers schaft ook een headset aan. En heel vaak dus een Jülich headset in dat geval. Dus ja, dat is vaak gewoon een mooie, sterke combinatie. Overigens zijn ze ook compatibel met de andere merken. Dus op het moment dat je niet een Jülich bureautoestel hebt, is het niet zo dat je geen Jülich headset zou kunnen kiezen. Ze zijn gecertificeerd voor heel veel UC-platformen. Denk aan Brotsoft, 3CX, maar ook een aantal andere. Daarmee is het eenvoudig te verbinden. Het is meestal gewoon plug-and-play, dus inprikken en direct kunnen werken. En wat ik zo meteen iets verder zal laten zien, is dat je echt werkstations ermee kan creëren, waarbij je gewoon, zoals met deze, echt alles kan doen op 1 apparaat op je werkplek. Voor al onze headsets geldt, in ieder geval voor de belangrijkste keuzes, dat Microsoft Teams gecertificeerd zijn. Dus het is ook voor Teams is het plug-and-play. Zodra je de USB erin prikt, dan word je ook direct herkend. Muziek luisteren kan natuurlijk, waarbij de meeste headsets ook een speciale modus daarvoor hebben. Dus als je veel muziek luistert tijdens het werken, kun je ook de instellingen aanpassen, waardoor je nog betere muziekkwaliteit hebt. De prijs-kwaliteit verhouding is goed, gemaakt voor verschillende UC-platforms. Nou, ze dragen fijn, zitten fijn, maar ook de geluidscancellation, dus het zorgen dat je geen last hebt van omgevingsgeluid. Jij niet, aan de andere kant van de lijn ook niet. En het is vaak ook daarmee nog weer toekomstbestendig. En je kan ongestoord werken. Sowieso wordt je zelf goed afgesloten, maar ook een in gesprek lampje is natuurlijk erg gemakkelijk als je je op de werkvloer zit te bellen en collega's willen wat vragen en dat je niet constant wordt aangeschoten in de hoe zeg ik dat, tijdens je telefoontjes. Het portfolio. We hebben een aantal verschillende lijnen eigenlijk. Dat zijn bedraden headsets in 2 type varianten. We hebben de RJ headsets, dus met een traditionele RJ aansluiting voor een vast toestel. We hebben USB headsets, bedraad. Die beide worden veel ingezet op callcenters voor kantoorwerkers, maar ook voor de thuiswerkers. En we hebben 2 type draadloze headsets. En die onderscheiden zich. Ze zijn draadloos, dus dat brengt een aantal gemakken met zich mee. We hebben draadloze DECT headsets. Nou, DECT zegt het volgende, de goede audio-kwaliteit, maar DECT zorgt voor een groot bereik. Dus die worden veel ingezet op kantoor- en hybride werkplekken. En de draadloze Bluetooth headsets worden met name juist veel gebruikt voor de thuiswerkers of de onderwegwerkers, omdat ze dus makkelijk mee te nemen zijn en daarmee dus goed in te zetten voor onderweg. Wat ik in het begin al zei, niet het hele portfolio ga ik met jullie doorlopen van begin tot eind met alle ins en outs. Ik heb deze slide wel in de presentatie gezet, ook voor jullie als naslagwerk, om er makkelijk even bij te pakken, om de keuzes te maken. Als je een bedraden headset wil, hebben we bovenin dus de USB headset staan, of wat meer naar rechts in het midden, de RJ headset. En ook de draadloze headsets staan erin met een aantal verschillende accessoires. Denk aan een Busy Light of een draadloze lader. Het belangrijkste is eigenlijk wat we zien in verkooptrajecten met onze klanten, is dat we heel erg uitgaan van de gebruiker. Welk type gebruiker heb je? Of welke type gebruikers? Want vaak zie je dat een bedrijf, organisatie een aantal verschillende soorten gebruikers heeft. En we kijken aan de hand daarvan welke wensen en eisen hebben zij aan hun werkplek en daarmee dus ook aan hun apparatuur en hun headset. En daaruit gaan we vaak vervolgens verder kijken naar welke headset past dan het beste bij die gebruiker. Heel vaak stellen we de profielen samen en dat komt meestal terecht op de volgende profielen. Dus een traditionele gebruiker, een hybride gebruiker of een onderweg gebruiker.
waarbij je dan inderdaad voor iemand die vaak op zijn werkplek zit en één vaste werkpersoon heeft, prima toe kan met een bedrade headset. Zijn in de kosten vaak lager, maar hebben wel het grote voordeel dat je gewoon je handen vrij hebt, kan schrijven ondertussen. Alle bedrade headsets hebben ook zo'n blokje als deze in het midden zitten. Of deze, waarbij je hem heel even los kan koppelen van het snoer. Zodat op het moment dat je even naar de printer moet lopen of even wat moet pakken. Ja, dan ben je wel ook even de verbinding kwijt op dat moment. Maar je hebt in ieder geval de mogelijkheid om heel even naar de printer te lopen en weer terug. En de headset gewoon op je hoofd houden. Nou, de bedrade headsets spreken we dat betreft even voor zich. En de DECT en de Bluetooth headset zal ik zo meteen wat meer over vertellen. Maar bieden in ieder geval de vrijheid van compleet draadloos kunnen werken. En dus ook door kunnen werken terwijl je aan het verplaatsen bent. Nou, de bedrade headsets. We hebben eigenlijk in alle lijnen nog weer een instap en een uitgebreid model. En soms zit daar nog één of twee zelfs nog tussen. Dat is deels in de kosten, maar soms ook voor de wensen en eisen. Ik kan een instapmodel gewoon prima zijn. Alle bedrade headsets werken in ieder geval perfect samen met een Yearlink toestel, vaste telefoon. Ze hebben een goed draagcomfort, een hoge audio-kwaliteit en ook een noise cancelling microfoon. Dus het zorgt er ook voor dat de andere kant van de verbinding weinig last heeft van geroezemoes of geruis om jou heen. En denk bijvoorbeeld aan callcenteromgevingen waar het soms echt hectisch en druk kan zijn. Het is toch wel fijn als je als luisteraar aan de andere kant niet alle collega's mee hoort praten. Diezelfde lijn hebben we eigenlijk ook, maar dan op basis van USB. Er zit niet heel veel verschil in de type headset, behalve echt puur de aansluiting. Of je hebt een USB-stekkertje, je hebt een RJ-stekkertje. Dus dan is meer de vraag, waar moet die op aangesloten worden? En aan daarvan is de keuze heel makkelijk te maken. Een unieke headset is de UH38. Dit is echt een hardloper op dit moment, dus die licht ik graag even wat iets meer toe. De UH38 is eigenlijk weer wat meer de uitgebreide variant van de 34 en de 36. Het grote verschil is dat deze ook Bluetooth ondersteunt. Dus het is een bedrade headset die je met USB aansluit op jouw laptop of PC. Daarom heet het ook een UH, wat staat voor een USB headset. Als je deze wil aansluiten op je laptop, dan kun je hem op deze manier connecten. Maar ook dus nogmaals via Bluetooth. En via Bluetooth is de mogelijkheid om hem aan te sluiten op zowel bijvoorbeeld je mobiele telefoon als ook op je laptop. Dus beide kun je draadloos verbinden. En wanneer ik deze loskoppel, heb ik de mogelijkheid om dit kastje bijvoorbeeld aan mijn shirt te hangen. En dan ben ik op deze manier nog steeds draadloos verbonden. Dus ik kan gewoon zo mezelf verplaatsen. Onderweg op kantoor, als ik even naar de printer wil lopen en nog steeds de verbindingen open houden dus. Of ik dan als ik thuis ben, in mijn geval even naar beneden lopen om een kop koffie te pakken terwijl ik aan het bellen ben en weer terug naar boven gaan naar mijn werkplek. Zelf vind ik dit vooral heel praktisch, omdat ik op deze manier wel de voordelen heb van een hoge kwaliteit Bluetooth headset. Ja, eigenlijk voor de prijs van iets meer dan een standaard bedraden headset. En hij is aanzienlijk voordeliger dan de volledige Bluetooth of DECT headsets. Daarmee zien we dat dit echt op dit moment een heel erg een hardloper is. Het ontzettend goed doet. Omdat hij een hoog draagcomfort heeft, kun je hem ook prima de hele dag op je hoofd houden. Hij heeft een muziekmodus en een belmodus. Dus op het moment dat jij een hele dag focuswerk doet en veel muziek luistert ondertussen, kun je lekker de muziekmodus aanzetten en die paar telefoontjes die wil het gewoon ook nog steeds afhandelen. Terwijl als je juist heel veel belt, dan zet je hem op de belmodus. Dan zal de audio-kwaliteit wat fletser klinken bij muziek. Maar dan komt juist de audio-kwaliteit voor spraken weer heel goed uit. Daar kan de gebruiker zelf in kiezen. Nou, dan gaan we over van de bedrade headsets en de hybride headset over naar de DECT draadloze headsets. Ideaal voor kantoren en voor ook bedrijven die werken met een clean desk policy. De instap daarvan is eigenlijk de WH62. Dat is deze. Zoals je ziet, een hele eenvoudige headset. Deze is altijd verkrijgbaar, zoals je ook op het plaatje ziet, als een dubbele of als een enkele. Dus met één oortje. Het is gewoon afhankelijk van wat de gebruiker zelf prettig vindt.
qua werking zijn ze altijd hetzelfde. Zijn ook altijd verkrijgbaar als Teams variant of als UC variant. Dus voor verschillende UC platformen. En wat hier al staat, er zit HD Voice in, Acoustic Shield technologie zoals Yealing dat noemt. Dus echt bijzonder goede audio kwaliteit voor uitgaande, maar ook de ingaande kwaliteit van de audio. Hij weegt heel weinig, dus als je die de hele dag op hebt als kantoorwerker, ja, dat is gewoon erg prettig. Je voelt bijna niet dat je een headset op hebt, wat ik zelf al een groot voordeel vind. En het unieke van alle DECT headsets is dat ze een heel erg groot bereik hebben, tot 160 meter. En daarin zie je vooral dat deze gewoon heel erg populair is op kantoren. Omdat, denk aan onze eigen binnendienst bijvoorbeeld, onze binnendienst werkt beneden op kantoor. Maar die moet ook wel eens even in het pand elders zijn, bovenin of in een magazijn. En lopen zij daar naartoe, dan kunnen zij door de metalen stellages in het magazijn lopen zonder hun verbinding kwijt te raken. Van die 62 is er ook een uitgebreidere versie, dan heb je het over de WA66, die staat hier. Het grote verschil is het touchpaneeltje wat je erbij krijgt. Verder is het een identieke headset eigenlijk. Maar de bediening is wel een stuk mooier, want je krijgt dus een 4-inch touchpaneeltje erbij. Waarbij je dus op het touchpaneel echt de bediening van je calls kan doen. Deze zijn te verbinden met zowel je mobiele telefoon als ook met je vaste telefoon. Als ook met je laptop of pc. Kortom, je kan drie werkstromen eigenlijk in één samenvoegen. Er zit ook een USB-hub in. Dus als je deze aansluit op je laptop, krijg je er een aantal USB-poorten bij. En die zitten aan de zijkant van het basisstation. Dat vind ik zelf wel praktisch, want ik gebruik zo'n Microsoft Surface laptop. Prachtig apparaatje, maar er zit maar één USB-aansluiting op. En ik heb al heel snel een USB-aansluiting tekort. Dus dan zorgt dit ook voor een aantal extra USB-poorten die je kan gebruiken. En daarmee zorg je ook dus, wat ik eerder al zei, voor een clean desk. Want je hebt eigenlijk alleen dit apparaat nodig. Daar sluit je USB-aansluitingen verder op aan. En kom je op je werk aan, ja, dan zit in één keer alles gekoppeld. En heb je dus niet een heel bureau vol kabels liggen. Wat je hier ook nog ziet, is een afbeelding van dit ding met daarnaast de optionele draadloze lader. Nou, het gave aan die draadloze lader is, daar kun je je mobiele telefoon draadloos opladen. Dat geldt voor de meeste nieuwe telefoons. Dus denk aan de meeste type iPhones, Samsungs, etc. Dus op het moment dat je die erop zet, begint die direct draadloos te laden. Je mobiele telefoon kun je dus ook koppelen met het werkstation. En dat is een Bluetooth-verbinding. Maar je headset is dan vervolgens weer gekoppeld via DECT. Dus op het moment dat je weer gaat lopen door het pand heen, hoef je niet je mobiele telefoon mee te nemen. Dan heb je nog steeds die 160 meter bereik. De USB-hub zie je ook op de afbeelding. En wat ik zelf een hele toffe feature vind, is op het moment dat je bijvoorbeeld je mobiel gekoppeld hebt en ook je vaste telefoon. En je krijgt op beide een gesprek binnen of je wil even een collega bijbellen. Dan kun je ook via dit paneeltje verschillende gesprekken met elkaar samenvoegen. Ook al komen ze vanuit verschillende platformen binnen, dan werkt dit eigenlijk als de brug om ze samen te brengen in één gesprek. Nou, alles wat ik net verteld heb over de WA62 en de 66 geldt ook voor de WH73 en de WA63 en 67. Eigenlijk zijn dat dezelfde headsets, alleen is het verschil dat je dan niet een headset krijgt die over je hoofd gaat met één of twee oortjes. Maar je krijgt een dergelijke, ik hou hem even naast me zodat jullie wat beter kunnen zien. Gewoon echt een oortje. En het leuke aan dit oortje is dat het geeft weer een aantal opties extra voor, met name de gebruikers. Wat vind je fijn? Je niet de hele dag met zo'n band over je hoofd wil zitten vanwege je haar of je vindt het gewoon niet prettig zitten. Dan is ook eens een oortje altijd een optie om voor te gaan. En daarmee heb je dus best wel een breed scala aan DECT oplossingen. Van een eenvoudige 62 of 63 tot een meer uitgebreide 66 of 67. Met dus een touchpaneeltje erbij. Nou, en die 63 en 67 wat ik net uitlegde, dit oortje, die wordt standaard geleverd met vier verschillende draagstijlen. Dus je keuze hoef je niet op voorhand te maken bij je bestelling. Die zit er gewoon in de doos erbij.
waarbij je dus voor jezelf kan bepalen, ja, wat vind je prettig. Zoals hier zie je dat deze is geleverd met zo'n om het oor heen draagstel. Ik vind dat zelf verschrikkelijk zitten, maar er zijn ook mensen die dat heel fijn vinden. Zelf heb ik bijvoorbeeld het liefst een band over mijn hoofd, maar daarvan hoor je vaak, ja, maar dan gaat mijn haar in de war. En je kan het dus ook nog om het oor doen of met een nekband. Dus dan is er echt voor elk wat wils wat dat betreft. En je hebt dan een hele mooie slanke headset op je hoofd die goede audio-kwaliteit heeft, maar die er ook goed en net verzorgd uitziet. Het gave aan de WH6-serie is dat ze ook compatible zijn met het gros van de platformen. Nou, zoals je hier ziet geldt dat voor Microsoft, Google, Zoom, maar ook de grotere UC-platformen zoals BroadSoft en 3CX. En nog veel meer, maar dit zijn toch wel de belangrijkste merken eigenlijk in de markt. Ik ga er eentje snel doorheen. Wat er ook gaat komen, en dat is een roadmap feature, is dat je de DECT headsets zometeen ook kan koppelen aan single cell of multicell DECT omgevingen. En dus wanneer je gebruik maakt van een DECT omgeving in het pand, zoals wij die hier bijvoorbeeld hebben op kantoor, maar ook heel vaak gebruikt wordt in, denk aan kleine winkels, magazijnen, etc. En dan kun je gebruik maken van zo'n headset op DECT gekoppeld met jouw DECT platform. Waarbij je eigenlijk als endpoint kan gebruiken. Dus je kan er naartoe praten, naartoe bellen. Of hem als een walkie-talkie gebruiken. Waar je met een knopje indrukken en vervolgens met elkaar kan praten. Je kan hem ook nog koppelen met eenzelfde account met een DECT toestel. En dan is dat de mogelijkheid om outbound te gaan bellen. Dus op het moment dat je in een winkel bijvoorbeeld alle vakkenvullers uitrust met een headset, kan je op die manier een bericht sturen van dan moet iemand naar de kassa toe, of dan moet iemand naar het flesautomaat toe. En de winkelmanager of de afdelingsmanager, die kan dan bijvoorbeeld ook nog een DECT toestel erbij krijgen om vanaf die DECT handset te gaan bellen met een van de medewerkers of naar buiten toe. Dit staat op de roadmap. Verwachting is dat dat wel vlot gaat komen. Het is al in test, weten we. En hier wordt veel naar gevraagd, zoals het staat, voor grote winkelketens, maar ook kleinere winkels, fastfoodketens. Dus er is een brede groep gebruikers die hiernaar vragen. Dan komen we vervolgens aan bij de Bluetooth headset. Dus dan gaan we een stapje verder dan de USB headset met Bluetooth. Maar dan kom je echt uit bij de BH-serie. BH niet te verwarren met de andere betekenis. In dit geval staat het voor Bluetooth headset. De Bluetooth headset begint met de BH72. En binnenkort komt ook de BH76 op de markt. Ze zien er hetzelfde uit en zijn voor een heel groot deel dezelfde headset. Er zit een belangrijk verschil tussen dat de BH76 ook active noise cancelling gaat doen. Op het moment dat jij veel en vaak in rumoerige omgevingen zit en last hebt van jouw omgeving of je moeilijk kan focussen, dan kan zo'n active noise cancelling echt nog bijdragen aan een nog betere focus. Persoonlijk vind ik zelf al dat deze headset zo goed afsluit op je oren, dat ik, dat is ook heel persoonlijk, maar afvraag van, ja, wil ik dan nog meer dan dat? Want je hebt ook weer het nadeel wat je soms hoort, dat als je active noise cancelling hebt, is dat je heel erg afgesloten wordt voor de buitenwereld en je dus niks meer hoort van je collega's om je heen. Dat zal persoonlijk verschillend zijn en dus ook voor iedereen eigen gevoel wat je daarin prettig vindt. Het gave aan de Bluetooth headsets is dat ze dus ontzettend goed portable zijn. Ze worden standaard geleverd met een tasje erbij om hem makkelijk mee te kunnen nemen en een lader om hem ook bedraad te kunnen aansluiten en opladen. Er is een light versie beschikbaar. Nou, dan is hier alles wat ik net omschreef. Maar als je niet de light versie kiest, maar eentje met een standaard, dan kun je hem draadloos laden. Als volgt, dus je zet de headset op de draadloze lader en hij laadt automatisch op. Haal je hem vanaf, dan kun je hem er ook aanhangen en de draadloze lader ondertussen gebruiken voor bijvoorbeeld je smartphone of je smartwatch. En je hebt gelijk een mooie standaard om je headset op een nette manier op je bureau op te hangen. Als je de headset op je hoofd zet,
dan kun je middels dit schuifje de oproep aannemen of ook weer muten. Je hoort ook in de headset dat die gemute wordt, dus je weet zeker, ik heb de klant op dit moment even niet aan de lijn. Wat ik ook verder vervolgens aan die headset mooi vind, is ja, hij is in twee kleuren verkrijgbaar. Daarmee heeft hij ook een design award gewonnen. Dus dat wordt goed beoordeeld als het gaat om hoe die eruit ziet. Maar omdat hij dat boompje kan inschuiven, is hij ook voor onderweg erg goed te gebruiken. Want als je veel in het openbaar vervoer reist, onderweg bent, dan wil je een headset die makkelijk mee te nemen is, niet heel kwetsbaar is. En je ziet dat dit soort hefboompjes op kantoor prima zijn. Maar onderweg zijn dit precies de dingen die makkelijk stuk gaan. Terwijl zo'n hefboompje die ingeschoven is, ervoor zorgt dat die eenvoudig mee te nemen is. Voor de kennis, er zit een Ole Wolf diaphragm in. Wat er eigenlijk zoveel zegt als hij geeft een hele bijzondere goede, hoge kwaliteit audio. Met name voor bijvoorbeeld muziek. Dus je merkt als je met deze headset muziek luistert, dat je echt een bijzonder hoge muziekkwaliteit hoort. Hij draagt heel, heel comfortabel. Nou, dat staat, er zit dus die terugtrekbare hefboom in. Hij is ergonomisch ontworpen. Hij past ook erg goed. Je merkt ook dat het in- en uitschuiven van je hoort gaat bewust wat stug, zodat dat goed blijft zitten op het moment dat je hem ingesteld op jouw formaat hoofd, zeg ik altijd maar. Ja, dan blijft hij ook daarmee gewoon zitten en schuift hij pas weer terug als je hem zelf wil terugschuiven. En niet zoals bij sommige headsets dat je de hele tijd aan het afstellen bent. Nou, alle headsets worden ook voorzien, zoals deze en die, van een in-gesprek lampje. Die zijn aan twee kanten zichtbaar, dus je weet zeker dat op het moment dat je in gesprek bent, dat je in ieder geval voor je collega's of voor mensen om je heen ook zichtbaar is dat je in gesprek bent. Eventueel, met name voor de kantoormedewerkers, is er voor headsets zoals deze ook nog die extra in gesprek lichtje bij te verkrijgen, die je dan weer aan je beeldscherm kan bevestigen, om nog wat duidelijker dat zichtbaar te maken. Nou, middels wireless charging of met het meegeleverde kabeltje kun je hem ook snel opladen. Hij laadt in 3 uur, of hij laadt in een half uurtje zo'n beetje vol op, is mijn persoonlijke ervaring. Wil jij heel veel bellen of muziek luisteren, dan zie je dat die al fors aantal uren meegaat. En je merkt ook gewoon daarmee dat het gewoon heel geschikt is om mee te nemen onderweg. En want je hebt onderweg niet altijd je lader bij de hand en je wil wel onderweg gewoon in je hele gesprek kunnen afhandelen, niet halverwege je telefoongesprek horen dat het gesprek over is. Zoals ik net al zei, komt binnenkort ook de BH76 uit. Op die screen precies dezelfde headset als deze. Dus ze zijn op het oog niet uit elkaar te halen. Maar wel het belangrijkste verschil dat hij dus beschikt over active noise cancelling. Dus dat zorgt er nog beter voor dat het geluid wat bij jou binnenkomt veel meer afgeschermd wordt voor van de rest van de wereld. Ja, de een vindt dat fijn, de ander vindt dat niet fijn. Maar er is wel heel veel vraag naar. Dus je ziet dat die daarom door twee types gemaakt worden. En het voordeel van active noise cancelling is dus wel dat je onderweg muziek luistert, of je nou op straat loopt of in de bus zit, je veel en veel minder last zal hebben van de omgeving om je heen en de muziek dus goed kan horen of het gesprek wat je aan het voeren bent. Ik maak mijn volgende stap aan, want ik heb al best wel wat verteld over de verschillende type headsets. Nogmaals, heb je nou over die type headsets nog vragen? Wanneer kies je welke of bij welke gebruiker zet je wat in? Ja, betrek ons erbij in het proces. We helpen graag. We hebben hier op kantoor ook allerlei demo-versies beschikbaar. Of we kunnen bij de klant eventueel iets regelen. Wat wel in ieder geval heel vaak ook terugkomt, is dat veel systeembeheerders, IT-managers op afstand vaak aangeven van ja, ik wil mijn mensen best wel uitrusten met apparatuur voor thuiswerken of werk op kantoor. Alleen, ik ben bang dat er een wildgroei ontstaat. Allerlei verschillende soorten headsets zorgt weer voor een probleem in beheer of dat het moeilijk bij te houden is wie heeft nou wat. Vandaar dat we zeggen van ja, als je het standaardiseert op Yealink heb je het grote voordeel dat je alles kan beheren op afstand en alle headsets onder dezelfde noemers kan beheren. Nou, daar ga ik nu nog een klein beetje over vertellen.
Met Yealink USB Connect is zodra je een USB hebt aangesloten op jouw laptop of PC, direct zichtbaar welke devices dat dan zijn. Dus een headset of een speakerphone of een webcam bijvoorbeeld. Dat is ook plug-and-play, dus zodra je een headset aansluit, of het nou de meest eenvoudige is of de meest uitgebreide, zodra die is aangesloten, wordt direct herkend. En het grote voordeel is als medewerker dat je daarmee al een heel groot deel van je instellingen kan doen. Bijvoorbeeld het aanpassen van de music mode naar de gespreksmodus of andersom. Voor de beheerder op afstand is er Yealink Management Cloud oplossing. Dus we hebben een cloud management portal waarbij je eigenlijk op afstand alle Yealink devices kan beheren. En dus ook bijvoorbeeld dit soort headsets. En als je medewerker de headset hebt aangesloten via de USB Connect ook, dat is een eenmalige handeling, dan is ook op afstand bijvoorbeeld iets aan te passen. Dus als een gebruiker belt en zegt, joh, ik heb nou die headset, maar ik vind juist de muziekkwaliteit helemaal niet zo goed, ik wil het graag wat anders, dan kun je als medewerker dat aanpassen en als systeembeheerder zeggen, nou, dan moet je even naar USB Connect gaan, dan moet je dit doen en dan moet je dat doen en dan staat het wel goed. Maar je kan ook met de medewerker samen op afstand inloggen en bijvoorbeeld zijn instelling aanpassen. Dus dat zorgt ook voor een stuk beheer en uniformiteit in je wagenpark eigenlijk als het gaat om hardware. Er zijn er nog twee dingen die ik graag nog onder de aandacht wil brengen. Als eerste het Opportunity Registration System. Wanneer je een project gaat doen, heb je altijd recht op projectondersteuning, maar ook op een extra korting. Onlangs is dat voor de headsets bij Yealink fors verbeterd. Dit tabelletje zullen wellicht sommigen van jullie al kennen. Via ors.yealink.com kun je dit altijd aanmelden. Dus als je een project hebt, je moet één keer jezelf hebben aangemeld. Dat kost een paar minuten van je tijd. En daarna kun je een project eenvoudig invullen. Dus je zegt van het is voor de klant leaders en ik heb zoveel headsets nodig en het is ongeveer dit type. Dan geldt al vanaf 30 headsets dat je al een extra korting krijgt van 4% op je project. En dat loopt zelfs op bij grotere projecten naar 5 of 6% aanvullende korting. Maar die 4% voor 30 headsets zien we bij heel veel MKB'ers bijvoorbeeld dat het toch al snel haalbaar is. En dan is dat een leuke aanvulling natuurlijk of voor de klant of voor de reseller. Net waar je wilt dat die 4% terecht komt. Wij geven hem in ieder geval aan jullie. Voor de roadmap heb ik net al wat verteld over het koppelen van de headsets op de Multicell DAC. Dus dat ga ik nu niet uitgebreid weer toelichten. Wat ik nog wel wil toelichten is dat we op onze website ook nog een aantal acties live hebben staan. Dus hebben jullie allemaal een inlog voor onze webshop. Heb je dat niet, laat het even weten bij je accountmanager of bij mij. Dan zorg ik ervoor dat je alsnog een inlog voor de webshop gaat ontvangen. Maar ga je naar leaders.nl. Dan staat er bovenaan als een van de keuzeopties acties. En kijk je bij acties, dan zie je een aantal verschillende lopende acties. Maar er zitten een aantal leuke headsets acties tussen. Zo is er voor iedere partner de mogelijkheid om bijvoorbeeld zo'n Bluetooth headset te bestellen als NFR, not for resale. Dus je kan voor een flinke korting kun je zo eentje voor eigen gebruik bestellen. En ook ervaringen ermee opdoen. Maar mocht je een project hebben met mijn klant, of mocht je iets willen doen, dan geldt bijvoorbeeld heel veel van die DAC headsets ook, dat er bundelkortingen zijn. Dus zeker de moeite waard om even op leaders.nl te kijken en dan naar de acties. Dan vervolgens nog even kijken of er nog vragen zijn. Ik zie in ieder geval geen vragen meer in de chat. Wat ik ga doen is zo meteen de meeting afsluiten. Ik laat nog heel even de chat openstaan. Dus als jullie willen, kunnen jullie nog via de chat vragen stellen. En anders via ons algemene nummer of via de website ons benaderen voor vragen. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor de tijd. Ik vond het leuk dat jullie er allemaal waren. Mochten er verder nog vragen, opmerkingen zijn, laat het weten. En voor nu, tot de volgende keer.